Het bestuur van tennisvereniging Groenendaal heeft aan haar leden kenbaar gemaakt dat men onregelmatigheden heeft aangetroffen in de boekhouding. Het bestuur heeft inmiddels een jurist in de hand genomen en doet onderzoek naar de hoogte van het bedrag dat de penningmeester heeft verduisterd. Het bestuur beraadt zich nog op de te volgen stappen en komt binnenkort met openheid van zaken. Inmiddels heeft men contact gehad met het bestuur van Teolo om advies in te winnen. Die vereniging werd vorig jaar geconfronteerd met een penningmeester die een groot geldbedrag had achterover gedrukt.